Mensen, mogen we 500 likes voor Pierre von Diesel. Vrohu en Pierre von Diesel samen met de Tribe. Tribe, knoestenballen zijn hard aan het grinden op deze wereld. En we kunnen wel wat likes gebruiken om de serie door te pushen. Dus, ik zou het zeer op prijs stellen als jullie dat even zouden doen. Kleine moeite en voor mij doet het heel veel natuurlijk. Let's get it, man. Thanks voor het kijken iedereen. En we gaan hard, man. We zijn stappen aan de maken. We gaan nou even het onderwater leven verkennen hier in de ocean. En misschien vinden we even iets interessants. Ik wil vooral heel makkelijk parels kunnen farmen. Ik denk niet dat Pierre von Diesel op een goede pearlspot zit. Er was hier wel een cave, een onderwater cave, maar ik denk dat dat gegarandeerd mijn dood is als ik daarin ga. Het zal wel een cave vol zijn met plesio's, kwallen. En vooral die kwallen ben ik een beetje bang voor. En die alen, weet je wel, allemaal van die schokdingen. Kiek, niet kopen, hè? Maar ik heb nog niks van pearls gezien. Maar als ze dan ook even een deep sea loot crate vinden met dikke, vette ascendant, weet ik veel wat is allemaal. Oh, mijn stamina is op. Er komen twee Sharknado's naar mij toe, man. Pierre von Diesel, let's get it, gek. En zwem. Zolang we niet hoeven te vechten, hoeven we niet te vechten. Hier is die cave. Oh, ik durf het eigenlijk niet, man. Ik ga het wel doen. Super slim. Let's go, maat. Oh, hier liggen wel pearls, volgens mij. Ah, ik vertrouw hier echt geen hout van, man. Ja, volgens mij is dit gewoon... Is dit die cave waar Rudy woonde toen? Of is dit die andere watercave? Nee, is dit die cave waar ik mijn backup base had? Pierre von Diesel, let's get it, gek. Hier kun je boven water. Maar ik vertrouw niet. Ik zie geen dino's hier. Waarom zie ik geen dino's hier? Ja, daar komen ze, hè. Daar komen ze aan dan. Nee. Nee, Pierre von Diesel. Waar komen die allemaal vandaan, maat? Nee. En zwem. En zwem. En flippers! Nee. Pierre von Diesel. Nee. Nee, niet Pierre von Diesel, maat. Oh. Mag ik een rip Pierre von Diesel in de chat? Ik kan hier gewoon spannen, maat. En hier moet... Ja, hier is mijn peterend op maat. What the fuck? Wil je ook gewoon random in het bed staan nog van vroeger? Nou, daar ging onze haai dus. Ik ga niet nog een haai te... What the fuck? Oh, Pierre von Diesel. Ik zou komen... Al mijn spullen ook gekwiet. Kut, sorry. Moet ik even gaan craften. Ah, oh, Pierre von Diesel. Diep in mijn hart, mensen. Nou wel. Vrohu is er alleen. Treurig en alleen. Dan zit ze dan. Het. Man, ik weet het ook niet. Pierre von Diesel. Dan moet ik mijn tribe weer de treurige nieuws gaan brengen wat er met Pierre von Diesel is gebeurd. Dan gaan we gewoon weer met goede moed even oppakken allemaal. Oh, die moet ik droppen. Hey, dat is wel maar een kring eromheen, gek. Die wil ik wel hebben eigenlijk. Er zitten ook piranha's in het water, of niet? Ja, daar komt die gek alweer aan, naar die piranha. Daar gaan we. Snel looten. Wajo! Ascendant Club! Nee! Ja! Oh! Oh mijn god, Ascendant Club, dit is heel ziek. En gaan. En gaan. En wegwezen. Woewee! Ascendant Club. Hell yeah, brother. Hell yeah, brother. Oh yeah. Oh, die hadden we nodig, man. Oeh, daar kunnen we een flinke CP mee farmen, gek. Of flinke polymier. En dino's er nog... Oh. Oh, yeah. Oh, what the fuck. Daar gaat weer een pit... Oh, wat goed, wat goed. Pierre von Diesel, jongens. Oh, oh, oh. Nou, dat is wel zonde. Ik heb echt veel pijlen verloren, weet je wel. En hier slapen ze allebei. Kijk, ze chillen dan. Oké, dan zijn we weer. Ik heb even mijn kitje eerst ready gemaakt, man. Ik heb een paar bolas, ik heb een paar grappelshoek deze keer ook. En wat parachute. Een longnekje met een scope gefixt. Er lagen nog ammo, dus ik dacht, fuck it, laat ik maar meteen een longnek maken. Ik denk dat ik even op avontuur ga, op zoek naar andere mensen. Ik ga even mijn verdriet van Pierre von Diesel wegknallen en op andere mensen africhten, man. Ik ga naar Saltzone, daar is meestal wel het drukste. Misschien even eilandjes verkennen of daar mensen zijn. Herbivore Island. Carnival Island. Er zijn vaak wel bekende plekken om te wonen natuurlijk. Dus ik heb geen explosieven, dus daar kan ik helaas even niks mee. Maar wie weet kunnen we even snel een killetje pakken en heel veel loot terugpakken, man. Vooral tranken arrows wil ik ook terughalen. Ik heb ook gewoon 120 verloren, weet je wel. Of 100 of zoiets. In ieder geval heel veel.
Ik heb gewoon een vieze L gepakt en die wil ik even bij iemand anders terughalen, weet je wel. Dat lijkt me een goed plan. Pierre von Diesel, diep in mijn hart. En ondertussen ga ik even een beetje loot dropjes scoopen natuurlijk. Is dat Space Mobiel waar ik op zit? Nee, dat is geen Space Mobiel, maar... Nee, ik zit helemaal op de verkeerde fucking Pterodon, man. Nee. Oh my god. Ja, nou, dan doe ik het er maar mee ook. Ik heb zo'n weak ass Pterodon gepakt. Dat is ook niet de bedoeling eigenlijk. Trikey. Trikies heb ik ook nog nodig. Trikies zijn eigenlijk wel een van de betere raid-dino's op het moment, denk ik, man. Even serieus. Die hebben die damage reduction op hun kop, jongen. En aangezien het waarschijnlijk toch... voornamelijk meer soak is dan Rocket Rush at the moment. Ja, we hebben op zich wel prima stego daar in ieder geval. Maar Trikey Line is denk ik niet verkeerd om te hebben, man. Maar dan zou ik even met mijn Argentavis op zoek moeten gaan. Daar heb je Herbivore Island. De plek waar eigenlijk altijd wel iemand woont. Helemaal niemand op Herbivore Island. Oké, die zou ik niet aankomen. Lance, cook meat, van alles. Ja, zal goed zijn. Ah, dat vind ik wel apart, man, dit. Dit is van mij! Nee! Wat een scam! Haha, nee hoor. What the fuck? Nou, hier heb je een osso. Ja, dat is mijn oude houten osso, man. Deurwaarder. Hè? Nee, de deurwaarder zit in de ijs, man. Hij is een rex van de kevers, een wilde. Nee, die loopt hier, maat. Allemaal rexen. Female Alpha T-Rex. Wat gebeurt hier dan? Maat, die Alpha T-Rex... Daar fluit iemand. Zit iemand nou op die Pterodon of niet? Ja, man. Flink iemand op de Pterodon hier. Lekker, Arik. Heel goed gepikt. Heel goed gepikt, Arik. What the fuck? Oké, ik heb hem. Ik heb hem. Zie je, spin? Waarom komt hij niet naar me toe? Hit. Oké, dan ben ik gewoon laat. Ik heb geen shield trouwens, dat is wel kut. Oh maat, als die Alpha Rex hier komt, jongen. Wooden shield, ik heb hide en fiber nog voor nodig, man. Hier slaapt een Pterodon. En die ga ik even killen, ik heb de hide nodig. Nou, daar komt hij aan. Nee, doe nog niet. Oké, nog een poging. Dan deed je weer niks, je C-spin, nice. Dat is een level 150, maat. Hij was net een 150 aan het temmen, die gek. Oh, nou heeft hij genaaid door een rex. Oh, nee. Ik ga het niet zeggen dat hij neer is. Hij werd hier gebeten door een rex, die gek. En nou is hij... Hij heeft die Pateren al gekild. Oh, nee. Oh nee, wat kut. Oh nee, wat kut. Oh. Hier is hij. Oh ja. Oh, deze gaat naar de horizon vliegen, jongen. Oké, laat die maar vallen. Wat ik nou kan doen... landen en deze op snel pakken. Die was flink mis. Die rex zit erachteraan. Die rex valt hem wel. Oh jee, oh dit is wel kunnen hoor. Nou gaat mijn Pterodon dood. Nee! Nee! Nee, dit is zo harde karma, maat. Oh nee. Rex, hier kom ik, gek. Ik heb echt het gevoel dat ik sloom remmen te pakken aan. Oh nee. Oh nee. Oh, dit is wel echt vieze karma. Ik ga niet liegen, man. Waarom ren ik zo sloom? Oh, dit is wel kut. Nou zit ik hier. Oh nee, daar komt hij weer aan. Maat, what the fuck? Oh, yo, gek. Yo, easy team. Yo, easy team, maat. What the fuck? In één keer twee trikjes die ik gewoon random kan temmen in één keer. Waarom ook niet? Levels zijn niet slecht, maar ook niet goed. Ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga een sleeping bag maken. Ik doe even fast travelen snel. Heeft hij nou echt mijn body genakt? Die... Fucking hell. En dan pak ik zelf even flyer weer en dan vlieg ik deze kant weer op. En dan kan ik mijn spullen terugpakken. Even kijken, dan heb je hier mijn bed. En dan heb je hier mijn tasje liggen. Aha, we hebben de sheet weer. Let's get it, man. Oké, mooi. Nou, dan kunnen we nog even bij de sneeuweiland gaan kijken of daar nog iets te beleven is.
En er moet een klein beetje parels zijn, want als ze die paar parels hebben, dan kunnen we dus een chemistry bench craften. En met die chem bench wordt het leven ook 10 keer zo makkelijk, man. Ook, denk ik die gunpowder, de cementy paste. Nee. Hey, Space Mobile, jij. Oh, hier kom ik gek. Maar een paar pearls ook. Bijna niks gewoon. Ah, mijn duif wordt weer aangevallen. Ja, volgens mij heb ik wel genoeg pearls, man. Ik heb wel genoeg pearls voor de chemistry bench te maken. Ik zat te kijken, kan ik in deze cave... Hier heb je volgens mij zo'n ice cave zitten ergens. Hier. Ik weet even niet meer waar die was, maar ik dacht hier eigenlijk. Maar dan zit hier ergens een cave en dan volgens mij kan je daar loot drops uithalen, man. Dat is ook zo'n ice cave. Maar ik weet die entrance nou even niet meer precies te vinden. Ik dacht dat hij daar aan de zijkant zat altijd, maar... Maat, er zit iemand om een kwetsel... Oh, een fucking mammoet hier en een kwetsel, maat! Oh, fuck. Wie de fuck is dat? Oh, ik heb geen fur aan voor deze battle, maat. En iemand om een pterodon. Oh, er zijn er twee. Dat is danger. Oh, goeie hit. Ik heb Space Mobile, maat. Die doet me niks, gek. Oh, hoe ga ik die nou even oppakken? Ik weet ook helemaal niet wie er zijn, man. Even serieus. Dan ben ik de duif kwijt. Waar is hij heen gevlogen? Ik vind de PvP toch een beetje chonkje voelen, man. Kom maar, gek. Waar is mijn duif? Space Mobile, waar de fuck ben je, maat? Ja, jij, hier. Maat, kut, hé. Kom maar, kort zeggen. Oh, er komt er nog een aan. Helemaal. Er zijn er twee. Twee pterodons moet ik niet hebben. Ja, gelukkig heeft deze pterodon echt super veel stamina, man. Dan komt hij aan. Hit. Oh, ik schoot weer een niks natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ik zit wel echt in hun gebied aan te vallen. Ik weet niet of het een slimme keuze is voor mij. Eén poging misschien. Ik heb hem. Oh, er zijn de deurwaarders weer, man. Ik ga vooral leven heel erg zuur maken. Gewoon heel veel wegvliegen met dat ding. Pterodon blijven achter. Ik ga gewoon deze ontvoeren, man. Misschien kan ik zelfs in één keer naar mijn base vliegen met mijn stamina. Dat zou heel ziek zijn. We gaan het gewoon proberen. En dan kan ik die in mijn turrets vliegen, weet je wel. Oh, dat wordt wel pittig. Au, daar moet ik mee uitkijken. Au. Oeh, dat doet damage, Oeh, dat doet heel veel damage, man. Ik heb nog niet gezien waar hij geland is. Ik hoor hem, maat. Daar is hij. Oh, ja. Oh, dit is kut. Geen midkomen, duif. Ah, hij is Space Mobile dood. Heeft een pistool aan die gast, jongen. Hit. Oh, Chunky Boy is daar, man. Holy shit. Hit. Ja, maar dan komt die andere duif aan hier. Oeh. Waarom ben ik geraakt? Hebben Fabi snipers? Maat, wat is dit van freaking tribouwen? Heeft hij nou ook een compound? What the fuck? Oh mijn god, is je echt mis? Ik heb die pterodon gebolaat. Mijn bolas zijn er wel op, dat is wel kut, man. Ik ga niet liegen. En er zitten ook wolven achter me aan. Dat is ook heel kut. Dit is mijn moment om nu weg te rennen. Hun hebben ook wolven achter me aan. Au. Nee, ik ga dood. Ik ga dood. Oh, hell nah, buddy. Oh, daar staat de pterodon nog. Ja, dat wordt me dood, man. Hij was nog raak ook. Oh, jee. Ja, nou is hij uit render distance. Ah, shit. En mijn Space Mobile is neer, man. En wolven. Hier zijn nog wolven. Ah, shit. Heel jammer dit. We hebben een L gepakt. Maar mensen, met deze L ga ik wel de aflevering afsluiten, man. Ik ga even mijn weg terug naar mijn base vinden. Ik ga even dezelfde fast travel spot gebruiken, denk ik. En dan moeten we de volgende aflevering echt weer even gaan focussen op upgrades, man. Upgrades.
Ik merk dat die mensen allemaal veel betere shit hebben dan ik, gek. Pistolen, compoundbows. Die hakte mijn Peter Ego neer met iets. Ik weet niet wat het was, maar volgens mij een sikkel of zo. Ik ging gewoon dood, man. Ze hadden een 2v1 battle. Volgens mij waren ze zelfs nog met z'n drieën daar. Maar goed, dat zien we wel weer in de volgende aflevering, mensen. Thanks voor het kijken en we gaan strijden. Op voor de upgrades, op voor de farms. Let's go, man. Bye-bye.